Hallo kijkers van Teveelgevraagd, ik ben Dion met een nieuwe video en ik ben in mijn eentje. En ik ben niet in een server of iets, dit is geen troll, dit is Project Vaticaan, de uitslag van de giveaways. En tegelijkertijd is dit een, hoe moet ik dat zeggen, een server toertje, zou ik maar zeggen, hè? 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 Kom dan, hè? Hè? Oké, laten we gewoon gaan beginnen. Even kijken, F5, F1, let's go. Ik kan het even geen dag maken, want ik weet niet, Harry heeft lopen spelen met de comments, dus ik kan niet zoveel, maar ik weet dat ik game mode heb en ik kan best wel veel andere dingetjes. Maar we gaan gewoon even lopen en we gaan binnenkijken, jongens. We gaan gewoon binnenkijken. Het is gewoon ongelofelijk. En we zijn binnen, jongens. Ja, dit is gewoon beautiful, toch? Wauw. Oké, laten we even de details trainen. Dit is een lever. En je kan het licht aan en uit doen. Mooi, hè? Ja, dat hadden we niet gedenkt, hè? Nee, we gaan gewoon even leuk doen. Oh, zo. En we gaan hier even naar boven. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een leuk terrasje. Dat hebben ze waarschijnlijk niet in de echte... hoe heet het? Maar dat maakt niet uit. In de echte kerk hebben ze vast ook wel ergens een terrasje zitten of zo. Nou, daar zitten wij misschien een paar centimeter naast. Who cares? Nou... hier hebben we wat leuke dingetjes, decoratie. We zijn nog lang niet klaar, daar niet van. We zijn echt nog lang niet klaar gewoon. Want het is gewoon veel werk. Jee! Maar ik ga alvast de eerste invite weggeven, weet je. Gewoon boom. / whitelist at J0 ER1. Dus gewoon Yuri. Bam! Boom! Ik ga straks even reloaden zodat alles erop staat. Oké, we gaan verder. We lopen dit pad en wat zien we hier? We zien een... ja, een vleugel van de kerk, denk ik. Zou ik het zo maar zeggen? Vleugel van de kerk. Het is al lang niet af, want kijk, dit is nog hartstikke saai. En dit is nog saai. Wat we verder ook hier in deze map hebben... ik kan zeggen map. Ik bedoel, in deze kerk hebben is... bijvoorbeeld dit. Ha! Je bent opgesloten. Hoe kan je nou weer terugkomen, hè? Zonder te vliegen. Ja, dan moet je me doodvallen. Ja. Kutkind. Nee, we proberen ook een beetje... omdat Harry en ik alle twee troll... dat te veel gevraagd en... bijna raken... gewoon trollkanalen zijn, doen we er ook kleine trolltjes in. Gewoon voor de lol, gewoon voor... weet je wel? Ja. Laten we verder gaan. Ik wil het niet te lang laten duren. We gaan nu richting paus, richting het balkonnetje van de paus. Dit ding werkt niet en dus ik heb het al een keer kapot geslagen. Dus ja, ik ruim ons wel een keertje op. Kijk, zo zitten we in elkaar, jongens. Voor degene die dit nu snapt, ik heb het niet gemaakt hoor. Dat heeft iemand gemaakt voor ons. Maar die moet het weer even fixen, want het werkt weer niet eens. We gaan verder. Dit is mooi, jongens. Kijk, deze taart is gewoon in perfectie gewoon neergezet zo. Ik kan er alleen niet van eten. Gaat het niet om. We hebben hier een aantal dingetjes zoals een random lever. Zie je ook niet vaak. Oh, oh, oh. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Oh, mag je niet naar binnen. Oké. Nou, hoppa. We gaan even verder kijken. Hier zijn een paar random dingetjes. Zoals creeperhoofd, wither skeleton, blablabla. Dit is het balkonnetje. Dit is het balkonnetje, jongens. Niks zeggen, anders komen de villagers. Ja, dat is ook zo. Want als je keihard gaat schreeuwen, zo... dan komen al die villagers daar staan. En dat willen we niet. Lees eerst de regels. Kijk achter je, kutkind. Oké. Sorry hoor. Pff. Oh. Kut, dat had ik niet moeten doen. Oké. Bouw buiten de spawn. Dus dat betekent dat je buiten deze kringen... Je ziet wel waar je kan bouwen, dat zie je wel. Geef je dat wel aan met een lijn, of zo. Maar dat zien we wel. Bouw in de stijl van de spawn. Dus een beetje zoals dit, glowstone, blijven. Wil je trollen? Tieg op uit de server. Ja, deze server is niet bedoeld om voor jou te trollen, om andere mensen te trollen. We gaan verder. Blijf een andermans shit af. Grieven, daar wordt er mee bedoeld. Grieven, als je dat doet, Jezus, GG voor jou. Nee, ik wil geen lag hebben, want mijn FPS
vlog omhoog. Wacht. Komt dat hierdoor misschien? Nee, komt het niet. Ja, en dan schiet weer omhoog bij FPS. Altijd leuk. Dat betekent dat ik lag heb. En sorry daarvoor als het ook echt zo is. Als je Bennett bent, heeft dat een reden. Buig voor de pauze. Heb veel plezier. Dat laatste, jongen. Als je dat niet doet, GG voor jou. Want dan word je direct geband. We gaan verder. We lopen door. Ik ga hier even laten zien hoe die bel werkt. Kijk. Pats boom. Pats bam. Hoppa. We gaan verder. We lopen verder. We gaan hier naar... Wat is dit? Oh, leuk. Ik kan hier nou door een raampje kijken. Wauw, GG. We gaan verder dus. En daarboven ga ik jullie laten zien waar de magic happens. Waar die magic happens. Ik ga trouwens even de volgende even... Oh, zombie. Hi. Ja, ga jij maar naar beneden. Ga naar beneden. Jezus, die zombies van tegenwoordig. White list at... Even kijken. Chinese kaas. Boom. Hoppa. Op je mel. En in mijn FPS is weer gigantisch hoog. En dat wil ik niet. Hij schiet telkens van 30 naar 150 of zo. Dat is niet goed. Want hij gaat laggen. Oké, dit is waar de magic happens. En waarom werkt die niet en die wel? Hallo, zombie. Hier is waar de magic happens. Die komen, die kleine mensjes, die gaan hier bij de pauze liggen om te vergezellen, weet je wel. Verder mag ik je nog niet zoveel over vertellen, want dan wordt de video geflagged. Oké. We gaan verder. Ik ga jullie daar nog wat laten zien. Ik ga jullie daar zo waar ik nu naartoe wijs nog wat laten zien. Daar hebben we inderdaad, zoals jullie denken al wat het is, weer een fucking troll. Oh, dom kind. Hoe kom je nou weer terug, hè? Oh, fuck. Dit was niet de bedoeling. Oké, we gaan dus weer verder. Ik vlieg. Dat was niet de bedoeling. Ik ga jullie niet alles laten zien. Dit is een beetje, ja... Dat is gewoon niet te doen in één video. Dat komt wel in volgende servertoertjes. En dan nog iets. Als we de 100 of likes weten te halen op deze video... Ga ik er gewoon weer invites weer geven. Ja jongens, ik ga gewoon weer invites weer geven als ik de 100 likes haal. Dat is even iets dat ik heel graag aan jullie wil. Het is gewoon, ik wil gewoon 100 likes halen. Punt, boom. 100 likes en jullie krijgen een nieuwe, fucking nieuwe invites van mij. We gaan hier naar beneden, dus een sluiproute voor de pauze. Huppa, en we zijn hier, kijk. Ziet het er niet mooi uit jongens? Ziet dit er niet perfect uit? Wauw. Oké, we gaan verder. 100 likes dus. 100 likes. Ik ga straks de laatste weggeven. En dan ga ik het afsluiten. Ik weet dat hier zo... Yes, perfect geland. Ik weet dat hieronder iets aan de bouw is. Even kijken, werkplek. Dat mogen we eigenlijk niet doen. Maar we gaan even stiekem een kijkje nemen. Wat is dit? Dit. Oh. Oh. Oké, dat is niet grappig, die jong. We lopen verder. Dit is een spoor. Dit is gewoon een motherfucking parkeerplaats, jongens. Hoe realistisch kan je het hebben? Gewoon een parkeerplaats. Het kan gewoon niet realistischer. Het kan niet realistischer. Verder. Hou het even zo. Kijk, dit ziet er een beetje fucked up uit. Maar dat komt allemaal goed, jongens. Ik beloof het jullie. Het komt goed. Ik zou zeggen, ik ga de laatste even toevoegen. Ik ga de laatste toevoegen. Het is nu echt spanning, jongens. De spanning bouwt op. Ik ga slash whitelist at... Oh, whitelist at... Fucking, hij begint met een Q. Nee, grapje, hij begint met een Q. Ik heb een D. Dragon, laagstreep. Ja, je weet hem al. Dragon Killer 17, woehoe! Yeah! Oké, done. Die staat erop. Boom. Jullie kunnen nu, als deze video online staat, kunnen jullie er al op. Whitelist, dus er staat erop. Niemand die niet gewitelist is. Iedereen die niet gewitelist is, die is GG. En reageer, spam je account hier beneden weer. Want, spam. Probeer een beetje informatie over jezelf te geven. Want dan kan jij ook winnen als we de 100 likes tenminste halen. Dan gaan ze er sowieso uit. Dan weten jullie het zeker. Dus ga gewoon voor die 100 likes. Ik zou zeggen,
Bedankt voor het kijken. Oh, fuck, dat was niet de bedoeling. Bedankt voor het kijken. Wacht. Bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer, like dit video. En tot de motherfucking volgende keer. See ya. Peace out.